Op 27 maart wordt de Fruitdelta gelanceerd. Er zijn nog steeds mensen die niet weten wat het is. Maar dat gaan we uitleggen in deze aflevering van Rivierenland in Zaken. Aan de Rivierenlandtafel in een hele mooie omgeving zit ik hier en ik praat met Hans Beenhakker. En ja, normaal zeg ik burgemeester, maar nu niet, want ik praat nu met u als voorzitter van de Fruitdelta en dan Rivierenland. Klopt. Nou, een heleboel mensen die weten natuurlijk niet wat het is, maar u kunt dat uitleggen, neem ik aan. Nou, we zitten hier midden in de boomgaard, hè? Dus tussen het fruit, dat zegt dan wel wat. De Fruitdelta is de samenwerkingsverband van de 10 gemeenten in deze regio. Wat we hebben gedaan, wij werken al een tijd samen. Wij doen dingen slim samen. Dus dat wil zeggen, wat slim is om met z'n tienen samen inkoop te doen, leerplichten, dat soort taken. Dat doen we samen. Maar we doen ook een aantal, wat wij dan noemen, beleidsmatige samenwerking. En op 3 speerpunten. Dat is de agrarische sector, de agribusiness in dit gebied. Dat is logistiek. En dat is recreatie en toerisme. En we hebben gezegd van we willen ons als regio sterker profileren naar buiten toe als samenwerkingsverband. En dat doen we onder de titel Fruitdelta. Ja, en dat is dan de vraag van waarom wordt dat dan opgericht? Hè? Want dan is het natuurlijk zoiets van, dat ga je oprichten om, denken we dan ook, laten we zeggen, de innovatie in het gebied een klein beetje te stimuleren? Ja, we willen innovatie echt stimuleren op die 3 speerpunten die ik aangaf. Wij heten hiervoor Regio Rivierenland. Dat gebruiken we nog wel voor de samenwerking. Was dat niet groot genoeg dan? Nou, het blijft even groot. Maar wat we met de Fruitdelta willen aangeven zijn eigenlijk 2 dingen die we heel belangrijk vinden. Eén is dat we het unieke van dit gebied meer benadrukken. Daar staat het fruit voor. Ja. Dat is natuurlijk een belangrijke sector hier. Daar staat de delta voor, want wij zijn een gebied met rivieren, uniek rivierenlandschap. De delta van Nederland. Dus vandaar, we zien het hier voor ons, de Fruitdelta. Dat is, willen we heel erg graag benadrukken met die term. En het tweede wat we eigenlijk heel graag willen benadrukken is, het is niet alleen een samenwerking van 10 gemeenten, maar het is ook een samenwerking met het bedrijfsleven. Want dat is natuurlijk de motor van onze economie. Ja, maar daar komt hij. Met onderzoek en onderwijs. Dat begrijp ik. Maar we hebben al de naam investeringsfonds ook gehoord. Nou, dat betekent dat er ergens centjes loskomen. En dat betekent ook ondernemers die kijken natuurlijk van waar liggen onze kansen? Waar liggen die kansen voor de ondernemers? De kansen liggen met name op die 3 speerpunten wat ons betreft. Dus de agribusiness, logistiek en toerisme. Die kunnen nog verder groeien. Daar zijn we, als je kijkt naar logistieke agribusiness, scoren wij heel goed in Nederland. Recent nog weer onderzoek van de Wageningen Universiteit naar geweest. En de kansen die hier met name liggen is op het terrein van innovatie. We hebben dat mooie project wat hij ook in de uitzending heeft voor de fruitmotor. Dat is zo'n mooi voorbeeld waarin we op een innovatieve manier onze producten anders gaan vermarkten. En daar ligt echt een kans. Ja. Dan de vraag is, wie gaan er aan meedoen? En kan iedereen daar zomaar aan meedoen? Nou, het investeringsfonds is echt opgericht om innovatieve projecten los te trekken in de regio en daar ook een financiële stimulans aan te geven vanuit 3 euro per inwoner die we daar als gemeente inleggen allemaal. Dat is wel uniek. We zijn het enige investeringsfonds in Gelderland die dat nu doen. Eigenlijk een beetje naar het voorbeeld van Brainport, wat heel succesvol is in Brabant. En wie er mee willen doen, iedereen die innovatief is en mooie projecten aanbiedt binnen de 3 speerpunten, die is bij ons welkom. Ja, en wat verwacht u er zelf van? Want het is natuurlijk zo, je gaat een bedrag allokeren. Ik heb iets gehoord van 700.000 euro. Ja, 3 euro per inwoner, zeg maar, in ons gebied. Ja, en wat denkt u eruit te halen? Wanneer is het voor u een succes als voorzitter? Het is voor mij een succes als we echt met nieuwe innovatieve projecten komen in deze regio op die 3 speerpunten, waar we echt het verschil kunnen maken. Dus op een nieuwe manier vermarkten van producten. We zijn een aantal concrete projecten ook al bezig. Dat is een heel moeilijke term, het Fresh Consolidation Center. Maar dat komt ook neer dat we gaan kijken hoe kunnen we fruit op een nieuwe manier innovatief is bewaren, maar ook vermarkten. Ja. Dus hoe kunnen we fruit anders naar consumenten toe brengen in plaats van alleen maar als bulkproduct. Dus meer gaan specialiseren. Logistiek liggen enorme uitdagingen hier, omdat we heel centraal liggen in Nederland. De A15. Die moet wat breder wel worden, dacht ik. Daar ligt een uitdaging. Samen met de provincie knokken we daarvoor om die A15 veiliger en de doorstroming beter te krijgen. Ik reed er net langs en er stond weer een file helaas. Ja. Dus dat moet ophouden. Maar die centrale ligging met het Amsterdam-Rijnkanaal, met het spoor,
de Waal. Als drugs bevaren je via een A15. Dat is een hele sterke troef. Afrondend, wanneer is het een succes? Het is een succes als wij ondernemers, onderwijs, onderzoek allemaal bij elkaar enthousiast krijgen. Deze regio gezamenlijk te profileren en tot innovatieve producten te komen. Waardoor de economische groei nog groter wordt hier. Lijkt me een dankbaar initiatief. Bedankt voor uw uitleg. Gaan we mee aan de slag. We gaan het hebben over de fruitmotoren. Dat doen we aan de Rivierenlandtafel in een prachtige omgeving. Aan tafel heb ik de heren Peter en Henry. Nou, u bent Peter en jij bent Henry. Ja. 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 En er zit een achternaam van bij. Van Lutterveld en Henry Holster. Heren, jullie hebben met de fruitmotor te maken. Maar eerst even, wat is de fruitmotor eigenlijk? De fruitmotor is een nieuwe coöperatie die hier in de Betuwe is ontstaan. Waarin we alle partners in de keten van teler tot en met retailer tot en met uiteindelijk de inwoners aan elkaar verbinden door middel van een nieuw streekproduct, de Betuwse krenkelaar. De Betuwse? Krenkelaar. Krenkelaar. En nou ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat laten we zien toch? Ja, de Betuwse krenkelaar. Dat is een merknaam voor ons product van de regionale bedrijvigheid, economische bedrijvigheid die mag we doen. Ja, hij mag wel blijven staan. En mag ik even zien wat is appelsieder staat erbij? Ja, dit is in een mooie appelsprankel. Ja. En een krenkelaar is elke fruitsoort in de Betuwe met een vlekje of een plekje. Dus ja. Of het nu de pruimen gaat of dadelijk de kersen. Of we zijn begonnen met de appel en dadelijk ook met de peren. Al die fruitsoorten die worden vaak voor een habbekrats doorgedraaid. Omdat ze niet mooi zijn, omdat ze niet in het schap mogen liggen. En die zijn we aan het verwaarden door er een prachtproduct, een prachtstreekproduct. Mag ik heel onerbiedig zeggen dat je dan eigenlijk bijna afgekeurde zooi aan het revitaliseren bent? Ja, van waarde brengen. Van waarde brengen, mooi. Waar komt dit vandaan, dit initiatief? Nou, ik werd uitgevraagd om voor de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland een onderzoek te doen naar een afvalloze regio hier. Nou, dan ga je natuurlijk praten met alle fruittelers. En die fruittelers die zag ik dat ze allemaal heel erg op de kwantiteit zaten. En een groot deel van hun restfruit eigenlijk voor een habbekrats van de hand moesten doen en dat zo zonde was. Dus we zeggen, nou, als we dat nu gaan verwaarden, dan kunnen we met die extra waarde kunnen we de fruittelers een stukje extra steunen door bijvoorbeeld hun boomgaarden te gaan verduurzamen. En dan zit ik op het stuk van mijn collega Henry. Ja, dus de regionale economie en de verduurzaming van de boomgaard, zoals hier een hele mooie perengaard. Want het gaat ook over het bedrijf hier van de firma De Haan, die dat fruit aanlevert om te beginnen. En dan zeggen we van, hij krijgt gewoon meer geld voor zijn restfruit. Wat we tot voor kort restfruit noemen. Dat stoppen we in die krenkelaar en straks andere producten. Ja. Maar dan vragen we wel aan de ondernemer, aan de fruitteller, om weer te investeren in zijn boomgaard. Dus meer biodiversiteit, planten, bloemen. Ho, wacht, je gaat even te vlug. Biodiversiteit. Je zegt de ondernemer moet gaan investeren. Maar hoe kan je dan gaan investeren hierin? Hoe wil je dat gaan doen? Nou, bijvoorbeeld, hij krijgt soms maar 0,3 cent per kilo voor zijn restfruit. Ja. En wij garanderen hem een eerlijke prijs van 0,15 cent. En we hebben gezegd, van als je dat verschil van 15 cent. Van 15 cent, ja. Maar wat moet hij hier veranderen dan? Dat is dan de vraag, hè? Dan gaan we weer aan de slag. Kijken, wat is verduurzaming? Dus dat het een mooi landschap wordt. Dus dat die haag die daar bijvoorbeeld staat, dat die daar weggehaald wordt. Dat er een andere haag voor in de plaats komt die er even iets leuker uitziet. Waar we misschien ook meer doorkijken hebben. Dat er hier ruimte komt voor bloemen en bijtjes ook weer. En niet alleen hier, maar ook bij de buren. Ja. Dus ook misschien wel bij de gemeente, de bermen. Dus en terug naar de natuur, zeg je dan eigenlijk. Ja, terug naar een mooie landschap. Het versterken van het landschap. Ja. En het herinrichten van het landschap. Waardoor het ook weer vitaler gaat worden en aantrekkelijker wordt. Allemaal het idee van de fruitmotor, zo gezegd. Nou, dat is één van de ideeën van de fruitmotor. Zijn er nog meer ideeën? Ja. Want als we nu hebben we er een cider van gemaakt. Maar het fruitdrap ging vroeger rechtstreeks naar de koeien. Dat kan niet meer. Dus we zijn nu aan het kijken, samen met de Hogeschool in Den Bosch, of we er extra waarde van kunnen maken. Net zoals je heel veel momenteel ziet dat er op koffiedrap worden er champignons gekweekt en shiitakes en dergelijke. Wij zijn ook aan het kijken wat kunnen we met die drap doen waardoor er een circulaire economie ontstaat. Ja, dat is het magische woord tegenwoordig, hè? Ja, nou, dat was het tweede onderwerp. Daarnaast zagen wij dat hier in de Betuwe eigenlijk heel weinig
streekproducten nog werden verkocht. Ja. En er wordt van alles en nog wat aan producten verkocht, maar zelfs niet in de dorps- en de cultuurhuizen, waar de kleine kernen hier in de Betuwe, waar alle verenigingen in zitten. En we hebben gezegd, we moeten eigenlijk weer die streekproducten veel meer via die dorps- en cultuurhuizen verkopen, zodat de meerwaarde ook voor die streek, of voor die kleine verenigingen blijft. Terug een beetje naar het lokale ondernemen ook, hè? Ja, dus en het geld in de regio houden. Okay. Precies. Mooi. De tijd is bijna om. Okay. Het enige wat ik nog wel weet, als er nou mensen zijn die zeggen, ja, ik heb zelf ook nog wel een idee hieromtrent. Waar moeten ze zich aanmelden? Dan kunnen ze zich altijd aanmelden bij ons. Als je op www.defruitmotor kijkt, dan zie je in een hele leuke infographic wat we eigenlijk doen aan systeeminnovaties. Okay. Dat is een mooi woord. Maar hier gaat het om dat we een hele mooie cider- en een appelspranker hebben als eerste. En het leuke daarvan is, hij heeft een fantastische maatschappelijke afdruk. Hey, even tussendoor, wat kost zo'n flesje? Zo'n fles kost nu nog 9,75, want dat is de eerste batch. Ja, maar dan heb je ook wel de topkwaliteit. Ja. En die kost 7,50 consumentenprijs. En dan zit u net te vertellen dat u voor een paar cent die appels opkoopt. Nee, dat is juist. Hij krijgt er maar 3 cent voor en hij krijgt er dus een eerlijke prijs voor. Heren. En met elkaar gaan we dus een eerlijke prijs maken. U kunt het hartstikke mooi vertellen. Ik ga u hartelijk bedanken en ik ga jullie veel succes wensen, want ik vind het een bijzonder initiatief. Oké, dank u wel. Dank je. Regionaal investeringsfonds. Kijk, dat klinkt hartstikke mooi. En daar moet je wel een bankier voor bij hebben zitten. Dat hebben we ook, Hans van Zuidam. Hij is lid van de Economic Board, de FDR. Ik zeg het maar gelijk zo. Ja, klinkt heel mooi inderdaad. Ja. Ja, maar kan ik het ook anders zeggen? Of? Je kunt inderdaad gewoon het regionaal investeringsfonds Rivierenland aanhouden. Oké, dat is mooi. Daar zijn we misschien in Rivierenland ook wat beter mee gewend dan een Economic Board. Ja, nou ja, de vraag is dan maar gelijk van het regionaal investeringsfonds. Ja. Dat betekent dat jullie ergens geld in gaan stoppen? Nou, het is niet zozeer dat wij dat als bank gaan doen. Dus het is wel een mooie vraag. Maar het zijn namelijk de gemeenten van Rivierenland die dat fonds hebben opgericht. En op zich is dat eigenlijk al het hele mooie. De 10 gemeenten van Rivierenland hebben besloten om een regionaal investeringsfonds te starten. En eigenlijk vind ik dat al een heel groot compliment waard. Dat 10 gemeenten bereid zijn om dat te gaan doen. En die pot geld, die ga jij beheren? Ik ga hem niet alleen beheren. Ik ben lid van de Economic Board. En de Economic Board inderdaad, die gaat erop toezien hoe dat projecten die ingediend worden. Waar namen die uiteindelijk erin zitten? Ja, de samenstelling. Het zijn mensen uit bijvoorbeeld van de Wageningen Universiteit. Ja. Maar ook mensen hier, lokale ondernemers. Nou, om eens een naam te noemen, Jan Lohman van de Logistieke Hotspot. Die zit ook in de Economic Board. Dus een Economic Board die eigenlijk heel divers is verdeeld is samengesteld. Over verschillende branches ook? Ja, ook verschillende branches. En een aardige andere om eens te noemen is de directeur van het Geofort in Herwijnen. Nou, zij maakt ook deel uit van de Economic Board. Ja, nou ben ik een ondernemer en dan hoor ik, hey, investeringsfonds. Dus ik wil ieder potje natuurlijk leeghalen. Ja. Hoe kom ik met mijn idee bij jullie terecht? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja. Nou, er is al een site waar je naartoe kunt gaan. Dat is www.fruitdeltarivierenland.nl. Daar kun je vanaf 1 april, en dat is geen grap, vanaf 1 april kun je daar ook je projecten gaan indienen. Maar wat natuurlijk ook altijd kan, is om een van de leden van een Economic Board te benaderen. Als je met een project bezig bent. Want je zegt ook zo mooi, het is een fonds en ieder ondernemer wil dat leegtrekken. Aan de andere kant is het niet alleen het fonds, maar wat we ook wel echt willen is kennis delen, netwerk ter beschikking stellen. Dus veel meer doen dan alleen maar geld ter beschikking stellen. Nou is het wel zo, met de meeste investeringsfondsen is het altijd een heleboel papierwerk. Hè? We zitten in een digitale wereld, dus de vraag is dan, als teler gewoon een idee hebt, ja, dan zit je niet op een hele stapel papier te wachten. Hoe gaat het in zijn werk? We hebben een idee en dan? Ja, kijk, er wordt natuurlijk wel aan je gevraagd om echt je project verder wat uit te werken. Maar het is zeker niet zo dat er allerlei uitgebreide plannen voor hoeven te zijn in de zin van hele boekwerken. Op de site staan wel al bijvoorbeeld een aantal criteria waar het plan aan moet voldoen. Want wat het investeringsfonds wel heeft gezegd is van wij richten ons op de 3 speerpunten in Rivierenland. Zoals agribusiness, economie en logistiek en recreatie en toerisme.
Dus je kunt zelf ook eigenlijk al heel snel achterhalen van wat zijn nou de criteria waaraan een plan zou moeten voldoen. Ja. Maar het is zeker niet zo dat het een of andere uitgebreide papierwinkel moet worden, helemaal niet zelfs. Oké, en is het echt geënt op de regio? Of zeg je nou, we willen daarmee eigenlijk de regio ook wat laten groeien? Ja, de boost geven. Kijk, het goede vind ik wat de gemeente hebben besloten, hè, naast die drie speerpunten, dat er ook wel gezegd is, het moet echt wel innovatief zijn of het moet werkgelegenheid opleveren. Ja. Maar het is wel echt voor de regio Rivierenland. Dat is mooi. Het is een mooie regio, maar die willen we nog mooier maken. Nou, al nieuw directeur van de Rabobank, nu ook nog deze functie erbij. Neemt u niet te veel hooipen voor? Nee, dat valt erg mee. En ik vind het echt een eer dat ik zitting mag nemen in de Economic Board. Goed. Ik ga u bedanken voor de uitleg en veel succes wensen. Graag, dank u wel. Alles over de Fruit Delta. Dit was Rivierenland in Zaken. En wilt u op de hoogte blijven van de innovatieve ontwikkelingen, niet alleen gaande de Fruit Delta, maar natuurlijk ook over Rivierenland in Zaken, dan kunt u ons contacten. Onze website www.rivierenlandinzaken.nl. Dank voor uw aandacht en tot de volgende Rivierenland in Zaken.